Kijk, is echt de ontwikkeling van de ideale propagandamachine. Als je een kerk puur visueel gaat ontleden, en zeker Sint-Pieterskerk, dan merk je plotseling allerlei visuele trucs in het gebouw zelf, die ervoor zorgen dat je meer gaat geloven, dat je meer gaat mee zijn in het verhaal van de kerk. Licht, goud dat fonkelt, gezangen, rituele handelingen die gebeuren. Ik vind persoonlijk eigenlijk wel een heel mooie vaststelling om te zien hoe dat de katholieke kerk gedurende eeuwen trial and error eigenlijk tot een soort perfecte visuele machine is gekomen. Als u denkt dat ik het wat ver zoek, sociale media. Er zijn allerlei visuele technieken, handelingen die je gebruikt om ervoor te zorgen dat wij verslaafd geraken aan een bepaalde site. Je moet daar even bij stilstaan. Als je dat begrijpt, dan snap je ook de ongelooflijke kracht die uitgaat van beelden, de kracht die uitgaat van het visuele. Beelden zijn altijd wel iets geweest dat de overtuigingskracht van een boodschap oneindig veel vergroot. En een van de manieren is om echt te lijken. Dus realiteit en echtheid gaat een veel grotere overtuigingskracht hebben. Dus eigenlijk was dat heel evident dat Dirk Bout de posterboy van heel project ging worden. Het laatste avondmaal van Bout is zijn absolute topwerk. Dat is ook een van de topwerken van de 15e-eeuwse schilderkunst. Dus als Bout in zijn beeldtaal, in zijn visuele constructie van zijn kunstwerken, gaat proberen om die diepte zo realistisch mogelijk te maken, ja, dan gaat ook de overtuigende impact van zijn beelden veel groter worden. En hij doet dat op heel veel manieren. Het voorbeeld van het gebruik van perspectief. Het laatste avondmaal is de eerste maal dat het lineair perspectief op een dermate consequente manier wordt doorgevoerd in zo'n groot paneel. Maar bijvoorbeeld ook hoe dat hij de achtergrond van een beeld opbouwt. Bout was een van de eerste die gebruik ging maken van het doorkijkje. Ofwel in de achtergrond een klein raampje dat dan uitgaf op een landschap. Waardoor dat je eigenlijk achter je figuur heb je plotseling diepte, want je kijkt naar buiten, je kijkt naar een landschap. Een ander element wat hij gaat doen, is hij gaat proberen het landschap zo op te bouwen dat je eigenlijk met je ogen door het landschap wandelt, helemaal naar achter, helemaal naar de horizon. Waardoor je natuurlijk ook een diepte- en een tijdseffect krijgt. Dat klinkt redelijk technisch en dat klinkt redelijk evident misschien zelfs, maar het revolutionaire daarvan is onwaarschijnlijk diepgaand geweest. Vandaag de dag voelen we in mijn ogen nog steeds die invloed. Bijvoorbeeld de film Lord of the Rings, daar heb je bepaalde scènes waar je dan enerzijds Gandalf de Wijze hebt, die heel groot is, tegenover die hobbits die allemaal zeer klein zijn. En dat is opgenomen met een speciale filmtechniek waar dat ze met perspectief spelen voor de lens. Dus de hobbits staan altijd wat verder en de Gandalf staat wat dichter bij de lens en ze passen dan zo het decor zo wat aan zodat hetzelfde lijkt, maar wel dat Gandalf veel groter is als die hobbits. Maar juist hetzelfde doet Bout in het laatste avondmaal. Ze gaan kijken naar hoe het interieur van het laatste avondmaal is opgebouwd, dan klopt die ruimte helemaal niet. De tafel die staat 20 meter voor de haard en ergens tussenin hangt die lamp. Dus eigenlijk, ja, je ziet dat die technieken van Bout vandaag de dag nog altijd worden gebruikt.
De Sint-Pieterskerk van Leuven is voor de Leuvenaar een heel belangrijke kerk. Ze staat letterlijk in het hart van de stad. De tentoonstelling die wij nu brengen is eigenlijk eerder een soort terug naar voren halen van al de kunstwerken en het erfgoed die in die kerk eigenlijk altijd aanwezig was. Relieken die een soort spirituele krachtbron zijn, waardoor dat de toeschouwers echt overtuigd raken van de spirituele kracht van heel het gebeuren, die waren absoluut essentieel. Ik denk bijvoorbeeld de kapel van de Vier Margrieten. Dat is een verhaal die heel nauw verbonden is met de Leuvenaar. Ja, het is eigenlijk de volksheilige van Leuven. Een Vier Margriet was een meisje die werkte in een taverne. En er is niet genoeg wijn. En zij moest met een kanneke naar de lokale wijnbrouwer om wijn te gaan halen. Tijdens haar afwezigheid ontpoppen dat volk zich tot een bende rabouwen en overmeesteren en doden natuurlijk de familie van Margriet. Zij komt terug met de wijn. Die dieven willen zich ook aan haar vergrijpen. Zij weigert, logischerwijs. En er zat niks anders op dan haar te vermoorden en haar in de deilen te smijten. Nu, waar is het wonder van het moment dat ze in de deilen valt? Dobbert ze niet mee stroomafwaarts, zoals dat hoort? Nee, gaat ze naar het balkon van de hertog. En toen natuurlijk had de hertog door, er is iets aan de hand in de stad, stuurde zijn gewapende politiedienst af op de stad en zo konden ze dan die bendedieven arresteren en dan een rechtmatige straf geven. Dus dat is eigenlijk heel kort het verhaal. En wat de boeiende aan is, aan die kapel, is dat we daar nog altijd de relieken van Vier Margriet bewaren. Dus daar staat nog altijd het reliekschijn met daarin de beenderen van Vier Margriet en het kanneke. En dat is nog altijd vandaag de dag in Leuven een belangrijk gegeven, want elk jaar met Leuven Kermis wordt het schijn opengezet, zodat de Leuvenaar effectief naar hun Vier Margriet kunnen gaan kijken in de kerk. Dus dat is een verhaal dat voor ons ook wel heel belangrijk is om die lokale verankerheid van de kerk met het Leuvense weefsel toch wel duidelijk te maken. Natuurlijk, het spreekt voor zich. In een dergelijke kerk heb je wel honderden objecten met onwaarschijnlijk boeiende verhalen die esthetisch ook zeer mooi zijn. We hebben eigenlijk de beste verhalen, de mooiste kunstwerken geselecteerd en hetgeen dat het meeste licht werpt op de geschiedenis van Leuven en Brabant.